Ik ben weer thuis, jongens. Welkom bij een nieuwe weekvlog. Ik heb er weer helemaal zin in om deze week fris te beginnen. Ik heb alleen... ik ben gisterochtend thuisgekomen. Zijn we thuisgekomen. En ik ben gistermiddag al direct wat campagnes op gaan pakken. Het is zo druk. Het komt door de kerst natuurlijk. En de uitverkoop die eraan komt. Dus er is ook veel spon in vlogs op mijn Instagram. Maar ik hoop dat jullie me dat vergeven. Want het is het enige wat ik heb. Naast mijn uitkering natuurlijk. Maar ook daarbij moet ik natuurlijk vooruitwerken qua geld voor tijdens mijn verlof. Want ik heb besloten dat ik echt met verlof ga. 4 februari. Dus ik ben 2 maart uitgerekend. Dus dat is net een maand ervoor. Wil ik echt stoppen met werken. En dat is als ondernemer echt heel erg lastig. Dus waar we gaan ervoor. Ik heb een groot kruis in mijn agenda. En ik ga wat video's vooruit maken. Zodat ik jullie niet helemaal met lege handen achterlaat. En dan zien we het wel. Ik ga me nu trouwens ook volledig storten op de baby. Want ja, dat mag nu. De babykamer moet gemaakt worden. Die is natuurlijk al wel voor een deel gemaakt. Maar gisteren heb ik zijn kledingkast besteld. En heel veel komt in januari binnen. Dus kan ik daar... Sorry, boeren. Lekker mee aan de gang. Ik heb heel veel pakketten binnengekregen. Die ga ik even unboxen met jullie. Ik heb ze allemaal in de babykamer staan. Maar waaronder een hele leuke outfit van Best Secret. Dat is deze. Die heb ik zelf uitgekozen. Zo zie je de kleur trouwens mooi. Dit is een trui van M&M. Merk dat ze verkopen. Bij Best Secret is een online community. Krijg je altijd korting op alle producten. 20 tot 80%. Maar je kunt alleen daar shoppen als je lid bent. En lid zijn betekent gewoon dat je toegang hebt. Dat je een profiel hebt. En je kunt alleen lid worden als je een uitnodiging hebt. Dus het is echt exclusief. En ik mag jullie nu uitnodigen met een eigen link. Dus die staat onder in de video. En als je lid wordt, krijg je direct 20 euro shopping voucher erbij cadeau. En die krijg je dan, dan moet je minimaal 80 euro besteden. En krijg je dus meteen 20 euro korting. Oh ja, en wat ik vergeet te zeggen is dat alle items van dit seizoen zijn of van vorig seizoen. En ze hebben echt heel veel merken. Echt van Calvin Klein dus tot M&M. Heb ik deze hele mooie trui van. Ik ga het zo even in de spiegel laten zien. En ik heb een hele toffe broek aan. Oké, daar ben ik. Deze trui heb ik lekker in een ML gekocht. Dus die zit helemaal lekker over mijn buik zo. Dus het is allemaal geen zwangerschapskleding. Het is gewoon een normale collectie. En deze broek is van Second Female. En dat is echt een pantalon. En die heb ik gewoon in een XS. Heeft hele leuke zakken. En die heb ik dus helemaal onder mijn buik. Ik heb een buikband omdat ik last heb van mijn rug. Maar de broek zit dus gewoon hieronder. Omdat het helemaal hier met elastiek zit. En dan heb ik dus deze parka nog. Echt heel tof. Is ook van M&M. Van een heel lekker zacht stofje. Met een capuchon. En je kan hem helemaal aantrekken. Hier, dat is deze. Ik vind de kleur dus echt super leuk voor het voorjaar. Hij is nu ook echt te dun. Het is echt een tussenjas. Maar hele mooie kwaliteit. En ik zie mezelf helemaal achter de kinderwagen met dit jasje lopen. Oké, gisteren is een beetje in het water gevallen. Friso was nog een dagje vrij en ik dus helemaal niet. Ik was super druk. En hij voelde zich niet lekker. Dacht dat hij ziek werd. Hij is uiteindelijk niet ziek geworden, want hij is nu naar zijn werk. Maar hij voelt zich niet goed. En jullie weten het, als een man zich niet goed voelt, nou dan vergaat de wereld. Dus hij wilde hier op de bank series kijken. En ik weet dat het dan niet gewaardeerd wordt als ik dan daarnaast gezellig pakketjes uit ga pakken. Dus dat ga ik nu doen. Het is vandaag vrijdag. Hele leuke dag. Want straks heb ik een pret-echo. En ja, ik hoop dat hij zijn gezichtje goed laat zien. Mijn moeder komt hierheen uit Rotterdam. En mijn stiefzusje. En Friso gaat even vanuit zijn werk op de fiets ook naar de verloskundige praktijk. Dus daar neem ik jullie straks mee naartoe. Maar eerst, zoals beloofd, het pakketje. Ik film een beetje tegen het licht in. Dus ik hoop dat hij een beetje zo, als ik zo ga staan, het licht tegenhoud, het allemaal oppakt. Ik had sommige al uitgepakt. Maar onder het boekje Relax Mama, handboek voor moeders, heb ik ook een kalender van. Met een heel leuke kaart. Je bent een supermoeder. En ja, dit gaat eigenlijk eerste hulp bij moederstress. Dus ik ben heel benieuwd hoe, wat er allemaal in staat. Ik ga dat even lekker in mijn verlof lezen, denk ik. Dus die bewaren. Van Difrax, dat is volgens mij vooral bekend van spenen en flessen, heb ik een heel schattig knuffeltje gekregen. Een hele zachte, hij heet Mario. Oh, wat leuk.
Er zit echt een hele leuke LP plaat in, of een LP in. En we hebben een LP speler, dus dat is echt super leuk. Met het liedje van Coca-Cola. En natuurlijk twee kerstblikjes. Dan heb ik een super mooi doosje van Comdeux, heet dat. Ik zal het even zo laten zien. Zitten echt allemaal super zoete verpakkingen in. Even kijken, wat is dit? Dit is blush, peach. Een serum, nog een serum. Een glow up. Ik zal de blush even openmaken. Zelfs de binnenkant van de verpakking is heel erg Instagrammable. En de blush ziet er ook wel echt heel erg mooi uit. Beetje donker, maar kan op de huid wel meevallen, denk ik. Van Bergstein, deze super schattige regelaarsjes. En ze zijn ook echt in maat 19. Het zullen vast de kleinste maat zijn die ze maken. Met aan de achterkant van die reflectstreepjes. Oh, hier ben ik echt heel blij mee. Ik heb deze luiertas uitgekozen van Studio Nose of Noose. Ik weet niet hoe je het zegt. Oh, dit moet ik ook weer even met de camera laten zien. Kijk, deze had ik uitgekozen. De kleur Forest. En die is echt van zo'n hele zachte hydrofiel stof. Het zijn mom's bag. Dus er zitten verder geen vakken in of zo. Maar er past dus wel heel veel in. En er past op iedere kinderwagen. En deze heb ik er dus ook nog bij gekregen. En die vind ik ook echt super mooi. Omdat hij toch nog in de winter wordt geboren. Denk ik dat ik met deze begin. En deze is echt top voor de zomer. Is wat dunner. Jammer dat jullie niet kunnen ruiken, want dit ruikt zo onwijs lekker. Ik heb mega veel wasmiddel van ze gekregen. Oh joh, ontwerp mij. Er zit een actie aan, ik moet wel even lezen. Oh, robijnliefhebbers mogen meedenken over nieuwe verpakking van de Robijn Black Velvet. Grappig. Krijg je twee lege flessen. Zien er wel heel chic uit. Ze hebben het ook helemaal in zwart velvet stof gedaan. Ja, super fijn. Ik was ook echt altijd met robijn. Verder no spon of zo. Ik vind het gewoon altijd heel lekker ruiken. Omdat ik hier een kruim heb. Mama doet nog heel even snel lipstick eventjes bijwerken. Ik zit gezellig met Sky, mijn stiefzus. Valse stiefzuster en mijn moeder te lunchen bij Van Dam. Ja. Ja, dat is een hartje, een boogje. Ja, echt heel mooi. Cupido-oog. Ja, precies. Heet dat zo? Ja. Het was gisteren zo leuk om mijn zoontje te zien. Ik vond het zo gek. En ik weet dat heel veel mensen het eng vinden. Net als die bewegende buik, die had ik op Instagram geplaatst. Dat vinden mensen ook natuurlijk net alsof er een alien in je buik zit. Maar als het je eigen kind is, vind je dat niet. En dit soort foto's, ja, dat bobbelige is dus hier bij mijn duim. Dat is dus navelstreng. Daar, dat zat iedere keer voor zijn gezicht. Ze konden maar een deel van zijn gezichtje zien, maar zijn lipjes en neus vond ik echt al heel leuk om te zien. Echt de neus van Fries en volgens mij mijn mond. Dus die zet ik nu lekker op de schouw hier. Het is nu zaterdag. Ik heb mijn nieuwe trui aan. Die heb ik van de Mampany gekregen. En dit is echt briljant. Kijk, want hier... kan ik dit met één hand? Nee. Maar hier zie je, hier zit een verborgen rits. En die kan je dus openritsen. Als je dan borstvoeding geeft, wat ik wel hoop te gaan doen, dan kan je dus heel handig, hoef je niet heel je trui uit, kan je je tiet eruit hangen. Dus top. Verder hebben wij vanavond kerst. Alleen Friso appt mij net dat hij ziek is geworden. Mijn vader viert kerst met zijn nieuwe vrouw en haar kinderen altijd ietsje eerder dan kerst. Omdat er veel gescheiden kinderen bij zijn. Of gescheiden kinderen van gescheiden ouders bij zijn. En die anders altijd vier kerstdagen hebben. Zullen jullie ook wel hebben. Dus dat is hartstikke fijn. Alleen Fries kan niet mee, want die komt dus nu ziek thuis van werk. Ik ga vanmiddag eerst eventjes naar yoga, want ik ben ook te laat om te annuleren bij OneFit. En die les is zo onwijs fijn. Heb ik zo naar uitgekeken. En ik neem de camera even mee, want dan kan ik de yoga studio laten zien. En net ben ik met de auto naar de Albert Heijn gegaan. En in ruil voor 800 Air Miles kon je voor een tientje een Noordman scoren. Op goed geluk heb ik er gewoon eentje meegenomen in een net. Maar volgens mij is die best wel mooi.
Hier, heel veel naalden hieronder. Maar hij moet nog een beetje uithangen natuurlijk. Maar volgens mij is hij best wel prima. Hij heeft alleen... Deze is zeg maar het hoogst. Maar dit is volgens mij de piek. Dus dat klopt niet helemaal. Maar ik ga hem wel nu versieren. En toch ga ik hem dus vol trots laten zien. Ook al zal het jullie aan je reet roesten. Want ik heb de meest fantastische kerstballen ooit. Een leeuw. Een panter. Nog een panter. Of ik weet niet wat dit is trouwens. Ook een leeuw. Een ding voor de baby. Daar een, hoe heet het ook weer, een toucan. Macarons hangen erin. Nog eentje voor de baby. Zeepaardjes, hier nog papegaai, donut, typemachine, got it all, een dino zelfs, een aap, een hotdog, heel veel. Hier zit trouwens ook een leeuw op. Zo, ik ben bij yoga. Ik ga even laten zien waarom dit dus mijn favoriete studio is, los van de lessen. Het is zo mooi. Zo, ik heb me na de yoga echt in een kwartier tijd omgekleed en opgemaakt. En ik loop nu in Alkmaar, ben ik in beeld. Beetje wazig. Met mijn broer. En een kerstpakket, cadeau. Ja, volgens mij ben ik nog steeds wazig. Ja. Ik had al verteld wat we gingen doen. Gisteravond was het echt heel gezellig. Laat geworden, maar ik heb niks gefilmd van het eten en de familie zelf. Jullie weten ook dat ik het meestal eigenlijk niet doe. Mijn broertje en mijn moeder komen wel eens in beeld. Heel soms mijn vader. Nu, Friso die is toch gaan werken. Ook al is hij dus gewoon ziek. Maar 's ochtends voel je je altijd beter, dus hij was een beetje hoogmoedig, denk ik. Dus ik ben benieuwd of hij het een hele dag gaat redden. En je raadt het natuurlijk al, vanmorgen werd ik wakker met hetzelfde gevoel in mijn buik. En nou, ik zal jullie de details verder besparen, dus ik voel me ook echt belabberd. Ik zit wel in de make-up zoals je ziet, want ik moest net even een foto voor een campagne maken. Veel Instagram campagnes, dus echt best wel druk. En zometeen komt vriendin Marieke lekker hier theetje doen, dus dat is wel even gezellig. En ik hou lekker mijn deze weer aan. En een mama joggingbroek van Superman, noppies. Super chill. Slofjes erbij. En ik moet een beetje huis opruimen. Want ik wil altijd als er iemand thuis komt dat het niet zo'n gare bende is. En dan zien we het wel wat deze zondag verder gaat brengen. Ik moet maar even ook wat multivitamine weer eens nemen. Wel voor zwangeren. Deze neem ik altijd niet vies hoor. Er zit ook visolie in van Ortica. Sorry jongens, jullie lagen in de lader. Het is inmiddels maandagmiddag al. Ik ben even eitjes aan het koken voor de lunch. En ik heb net echt iets heel leuks gedaan. Ik vertelde gisteren al over die campagne met Baby Watcher. En ik hoef dit helemaal niet in de vlog te vertellen. Maar ik ben gewoon helemaal enthousiast. Want net ging ik weer even een echo maken om te proberen gewoon. En toen zag ik dus dat hij volgens mij zijn duim in zijn mond. Of in ieder geval zijn hand bij zijn mond deed. En daarna zijn mond echt wijd open. En volgens mij heb ik zelfs een filmpje dat hij zijn tong uitsteekt. Zal ik zo jullie wel even laten zien. Dus mijn dag kan al niet meer stuk. Dit is toch gewoon hilarisch. Links zie je zijn hoofd. En doet hij nu zijn mond open en dan zie je zo die tong. Voordat jullie trouwens denken dat ik ziek ben geworden. Ik ben dus niet ziek geworden, het heeft niet doorgezet. Dit is gewoon mijn make-uploze hoofd. Morning, het is dinsdag en ik ben in de Huidenstraat in de Negen Straatjes. Want ik ga naar de pop-up shop van Happiness, van het tijdschrift. En die hebben iets met kristallen, echt super interessant. En ik zag dat Jennifer van Blog by Jen uit Alkmaar er ook is. Dus ik hoop dat ze er nog steeds is. Ik vind het wel leuk om haar weer even te zien.
even naar de babykamer. Dat is net heel leuk in de happiness shop. En ik kreeg zelf een setje, die zal ik zo laten zien. Maar ik heb ook wat voor de baby gekocht. Namelijk een honingkalsiet. En die staat, een kalsiet staat voor levenslust, hoop en kracht, als ik het goed zeg. Dus dat vond ik wel... En de kleur vond ik gewoon heel mooi, ook bij zijn kamer. En als je al die edelstenen hebt liggen en je hebt er één uitgekozen, of een soort uitgekozen, dan ga je dus met je linkerhand voelen wat het beste past. Dus dat ging ik doen en toen ging hij net trappelen, dus... Heb ik even goed naar hem geluisterd en deze vorm gekozen. En ik heb twee happiness nummers gekregen. De Body, Mind and Soul Special. En het, ik denk het december nummer zo te zien. En ik mocht een gift set uitkiezen. Echt een superleuk cadeautip. Je kan dus alles in de winkel kopen in de Huidenstraat. Tot en met, jullie zien dit zaterdag, tot en met morgen, dus tot en met zondag. Nou, ik krijg dit niet met één hand open. Ik mocht zelf dus een gift setje uitkiezen. En dan ben ik voor de, volgens mij was het Peace and Balance setje gegaan. En dit is een bergkristal. Dit is een, even kijken hoor, argoniet. En deze weet ik even niet. Ik heb ook nog een cadeautje gekocht. Een mooie steen met een mooie betekenis. Maar ik zeg lekker nog niet voor wie, want deze vlog komt al voor de kerst live. Ik heb even mijn haar een beetje gefatsoeneerd. Het zit een beetje slap. Ik weet niet. Maar dat is omdat er zo meteen een fotograaf komt voor de FIFA. Want daar kom ik in. Ik weet niet of ik allemaal vertellen waarover. Maar in ieder geval word ik morgen telefonisch geïnterviewd. En ik zal wel even vragen of ik dat al mag vertellen. Maar hij komt in ieder geval hier even een portretje van mij schieten. Ik heb de shoot net gehad. Ging goed, maar ik ben vergeten te filmen. En nu sta ik bij ons bij de Gamma. Moet ik even mijn parkeerapp aandoen. Heel spannend. Ik ga de babywatcher terugsturen. Die huur je dan voor een x aantal dagen. En dan stuur je hem met een retourder label weer terug. Dus dat ga ik nu doen. Maar ik heb echt geen boeiende dag verder. Of eigenlijk zelfs niet een heel boeiende week voor jullie. Maar ja, dit is het nou eenmaal. Dit is mijn leven. Okay, mijn leven wordt alsnog hartstikke spannend, want ik stond bij een PostNL-punt en er moet naar een UPS. Geen idee waar dat is, dus dat ga ik nu maar eens even zoeken. Meteen weer buiten adem. Ik heb trouwens deze superleuke trui van Mama Lisjes gekregen. Echt, zit helemaal perfect over mijn belly en volgens mij kan ik hem ook gewoon nog prima daarna aan. Dat vind ik wel heel fijn. Hier, en voor de mini hadden ze dit opgestuurd. Het is maatje 56. Dus ik hoop dat er een mooie dag in eind maart of april komt waarin hij dit nog aan kan. Het valt natuurlijk wel als een kort broekje. En dan ook met dit super schattige zomerhoedje erbij. Nou, die kan hij vast sowieso nog wel op deze zomer. En deze vond ik ook heel leuk. Ik ben helemaal niet van de felle kleuren, maar dit is een beetje zachtgeel. En met een walvisje erop. En die hele zachte stof is allemaal van... neem het. Oh my god, kijk wat Friso net voor pakket voor mij binnenbrengt. Nee, dit is niet van hem, maar dit is opgestuurd. Ik ga het even unboxen. Er zit een kaart bij met yours truly. Ik zie niet eens welke foto's ze hiervoor gebruikt hebben. Super knap. Oké, wat zit er allemaal in? Heel veel. Wauw. Fries, dit is wel echt jouw natte droom. Dit is... Nu word ik heel vrolijk. Kinder. Kerstman. Dikke grote potten Nutella. Dit kan je toch niet naar de zwangere opsturen. Dit wordt helemaal niks met mij. Nog meer Ferrero Nutella. Oh my god. Er zit als goed is ook een recept bij voor kerstkoekjes. Die ga ik sowieso maken. Een sneeuwpop van chocola van Ferrero. Oh kijk, er is nog iemand nieuwsgierig. Ja, mag helemaal geen chocola. Raffaello, is ook van Ferrero, jezus, al een hele grote, kijk dit, zo nieuwsgierig. Bananenbrood met Nutella recept, ook heel lekker. Oh, niet normaal dit. Kersenbonbons, dat kan toch niet. Deze, hoho. Ik ben niet vaak jaloers op mezelf, maar nu wel. Chocobons. Oh my god. Welke gaan we als eerste eten, Fries?
Ja, dat heb ik net allemaal opgenoemd. Dat is niet allemaal bij. Oeh, dit is wel lekker. Ja, jij lust alles. Ik ook trouwens. Kerstman. Maar die moeten we voor kerst bewaren. Bewaren, deze zijn wel lekker. Laten we daarmee beginnen, kinder. Toepasselijk ook wel voor ons. Goedemorgen, het is woensdag en ik ga vandaag een dagje met Marieke werken. In de ochtend, dat is wel echt het allerleukste, zeker met kerst. Kijk hier hoe mooi kerstboom hier staat. Dus ja, we gaan het doen. Ik ga voor een soepje en zometeen komt er nog iets anders heel erg lekkers. Ondertussen kijk ik wel kwijlend naar jouw gepocheerde eieren. Ik kan niet wachten tot ik dat weer kan eten. Dat is echt heel erg. Dit was mac and cheese. En ik heb het al opgegeten voordat ik het kon filmen. Maar het is wel een aanrader. Zo, ik ben doorgefietst naar Olympisch Stadion, naar het Amsterdamse proeflokaal. Want ik ben heel trots. Anne Merel gaat haar derde boek lanceren. Trainen als een top atleet. Zij heeft echt als een topatleet getraind. En een marathon nu tot tijd gerend. Dus daar is ze geschreven. Hi, ik ben Anne Merel en ik loop hard. Ik ging 16 weken lang als topatleet voor de Berlijnmarathon. Daar schrijf ik tegelijkertijd mijn nieuwste boek over. Ik heb dus een keiharde wedstrijd voor mijn training en voor mijn boek. Je zult zien dat ik op de bal heb tot het helemaal onze kant verloopt. Alleen dat de afgelopen 8 maanden waren echt super, super bijzonder. En ik kan me niet voorstellen dat ik met iemand anders had kunnen doen. Hij was niet alleen ontzettend betrokken bij mijn trainingen, wat natuurlijk wel vaker is. Liet me inzien dat hardlopen echt een teamsport is. Ik ga net de vlog editen en ik zie dat ik hem helemaal niet heb afgesloten. Gisteren na de boeklancering van Anne Merel ben ik met Klaartje, Daphne en Marjolein, vriendinnen, gaan eten. En ik heb er werkelijk waar niks van gefilmd. Het was echt, we begonnen volgens mij om 7 uur of zo, 7:30. En ik was 12 uur thuis, dus we hebben echt de hele avond volgekletst, zoals gewoonlijk. En dit keer heb ik niks gefilmd, dus dat zegt genoeg, denk ik. Ik zie jullie volgende week weer met een gezellige kerstvlog. En dan zal ik jullie ook even een update over mijn zwangerschap geven. Dankjewel voor het kijken weer. En ik wens jullie natuurlijk allemaal een hele fijne kerst.